Welkom bij een nieuwe aflevering van Helmond Sport TV. We gaan het vandaag hebben over de Nationale Voorleesdag, over Marciana Duda die wordt uitgedaagd en ik ga wat meer over mezelf vertellen. Helmond Sport is meer als een voetbalclub en we hebben dat proberen vandaag te laten zien door mee te doen aan het Nationale Voorleesontbijt. En we willen als Helmond Sport graag iets meer betekenen voor Helmond en de omgeving. En we hebben een hele leuke ochtend gehad. Samen met Kevin Visser ben ik op de Zwengel geweest om voor te lezen bij twee klassen. En het was een gezellige boel. En de kinderen hebben lekker kunnen ontbijten en daarnaast hebben wij een verhaaltje voorgelezen. En zoals je ziet is Kevin al bezig met de kinderen nog eventjes te voetballen. Ik heb afgesproken om nog een keer terug te komen hier. En al met al was het een hele geslaagde ochtend. Voor jou? Uitdaging geaccepteerd. Gaan we een potje judo doen. Ik heb zojuist gejudo tegen Younis. Younis had me uitgedacht om een potje te judoën. Die uitdaging ben ik aangegaan. Ik had ook eigenlijk wel verwacht dat ik van hem kon winnen. Het was een mooie partij. Maar helaas was het al heel gauw afgelopen door een ipon. Dus ik houd me gewoon bij voetballen en ik laat het judo aan Younis over. Want die is er heel goed in. Kevin. Je hebt wat foto's meegebracht van vroeger. Je broertjes, vertel eens wat over jouw jeugd. Nou, ik heb drie broertjes. Ik ben daarvan de oudste. En ja, het was bij ons altijd thuis één groot feest. En we speelden vaak veel met elkaar. We waren eigenlijk altijd buiten te vinden. We waren ook altijd met z'n allen aan het voetballen. Of aan het verstoppertje aan het spelen. Maar merendeel ook het voetballen. Ja, en ik hou gewoon heel veel van ze en vandaar dat ik ook deze foto heb meegenomen. Was jij de beste? Laat ik het zo zeggen dat ik goed kon voetballen, maar dat hun ook zeker een goed niveau hadden. En die andere foto, jouw loopbaan in een notendop? Ja, dat is een foto die ik heb meegenomen, omdat daar is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen, bij Delphia. Een klein clubje in Delft. En daar heb ik eigenlijk ook mijn leukste jaren in het amateurvoetbal gehad. Ja, en daar ben ik ook voor het eerst gescout, zeg maar. En vandaar dat ik deze foto ook heb meegenomen. Maar je hebt nog iets meegenomen? Ja, mijn debuutshirt van ADO. Nummer 31, ja. Ja, nou ja, goed, kijk, mijn leven draait eigenlijk om voetbal, al van kleins af aan. En je zegt altijd als klein jongetje zijn dat je graag profvoetballer wil worden. En nu heb ik het dan uiteindelijk gehaald en dan zie je eigenlijk hoe lastig het is om het te halen. Lastig om te halen? Ja. Welke hobbels ben jij tegengekomen? Nou ja, goed, ik zat in de jeugd van ADO Den Haag en bleef in de groei behoorlijk achter. Ik was eigenlijk met twee andere jongens altijd de kleinste van het team, fysiek het minste.
Waardoor ik uiteindelijk heb gekozen om toch weer met mijn vrienden te gaan voetballen bij een amateurclub. En op mijn 18e toch weer besloten om en aan mijn ouders gevraagd of ik het toch nog één keer zou mogen proberen, ook met school en zo. Om dan toch nog te kijken of ik het betaald voetbal kon halen. Ja, en eigenlijk een jaar later was het al zover dat ik bij RKC terecht kwam, zeg maar. Maar jouw officieel debuut is in een ADO-shirt geweest? Mijn officiële debuut is in een ADO-shirt geweest, ja. Nooit meer weggeven? Dat ga ik zeker niet doen. Goed zo. Het feit dat jij je ADO-shirt bij hebt en foto's van je familie, kenmerkt dat Kevin Visser? Ja, dat denk ik wel. De familie is heel erg belangrijk voor me. Nou ja, in onze familie speelt voetbal een grote rol. Dus ja, ik denk dat het inderdaad wel mij een beetje kenmerkt. Wat doet Kevin Visser in zijn vrije tijd? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind van alles leuk. Ik hou ervan om series te kijken. Ik vind het lekker om een beetje uit te waaien met mijn hond. Ik vind het leuk om met vrienden dingen te doen naast het voetbal. Daarnaast hou ik er ook van om te koken. Dus ja, ik heb eigenlijk zat dingen die ik naast voetbal eigenlijk wel heel erg leuk vind. Ze kunnen gewoon een supporter uitnodigen waarvoor jij een keer gaat komen. Dat is prima. wat is jouw ambitie? Ja, dat is eigenlijk toch wel weer terugkeren naar de Eredivisie. En ja, ik heb vorig jaar een lastig seizoen gehad bij Helmond. Hebben ze denk ik ook niet de Kevin Visser gezien die ik was of die ik kan zijn. En ik denk dat ik dit jaar ja, dat veel nadrukkelijker laat zien. Nou ja, zoals het er nu voor staat, ik heb 4 goals gemaakt. Nou, vorig jaar heb ik 0 goals gemaakt. Dus daarin kan je wel zien dat ik mezelf een stuk lekkerder voel en dat ik lekker in mijn vel zit. Ja, en eigenlijk hoop ik deze lijn door te kunnen trekken en toch weer een stapje terug te kunnen maken. Wij niet-voetballers zijn altijd benieuwd wat er achter die deuren bij jullie gebeurt. En wij horen heel vaak dingen over voetbalhumor. Ja. Wat is het leukste wat jij meegemaakt hebt hier in Helmond? Nou ja, goed, ik was, moet ik goed nadenken, net een maand bij de club. En ik had al wat geluiden gehoord dat als je jarig zou zijn, dat ze je wel eventjes zouden pakken. Nou ja, ik met mijn grote mond had gezegd van wie dat doet, die kan lachen. Maar ja, ze hadden toch het lef om het te doen. En ik wilde mijn schoenen aantrekken en toen hadden ze 2 eieren in mijn schoen gedaan. En het is dat ik ineens nattigheid voelde, ik zei van nee, wacht even, dat klopt iets niet. En toen deed ik mijn schoenen naar achter en toen zag ik zo die eieren naar beneden glijden. Dus ja, dat zijn van die kleine dingetjes die dan gebeuren, weet je wel. Of ja, je schoenen met een klein beetje water erin en dan in de vriezer zetten. Dat soort, ja, dat is een beetje de voetbalhumor die achter de deuren gebeurt. Waar ja, de supporters en de andere mensen niet zoveel van meekrijgen. Dankjewel. Graag gedaan. Wij hopen jullie aanstaande maandag te zien tegen Sparta. En ook 13 februari voor de carnavalskraken tegen Den Bosch.